Hoi, dit filmpje gaat over het dragen van twee kindjes, bijvoorbeeld een tweeling. Daarvoor zijn een aantal opties. Ik heb ze hier voor jullie op een rijtje gezet. Aan deze kant zie je één geweven doek waarin twee kindjes zitten. Je hebt dus maar één doek nodig. Het nadeel daarvan weer is, als je apart wil dragen, als partners, dat je ook maar één doek hebt. Dus dat kan een nadeel zijn. Hier aan deze kant heb ik ook twee aparte artikelen gebruikt. Een geweven doek voor en een klikdrager achter. Een nadeel daarvan kan zijn dat het kindje dat achterop zit wel gewoon stabiel moet zijn. Dus het moet zelf kunnen zitten. Verder is het wel fijn dat je niet heel breed bent, zoals bij deze twee opties. Dat je even op moet letten of je goed door een deur past. Dat brengt ons meteen naar de middelste. Dat zijn twee ringslings. Ook twee aparte artikelen. Fijn is dus weer dat ook daarna de partners los van elkaar de artikelen kunnen gebruiken. En dat je ook los van elkaar de kindjes helemaal kunt dragen. Dus wil één kindje eruit, is het geen probleem, kun je de andere blijven dragen. Dat ook zo bij deze. Wat weer lastiger is bij deze. Als één kindje eruit wil, zal het andere kindje er ook uit moeten, want dan is de spanning weg. Dus deze drie opties kun je goed gebruiken bij het dragen van twee kindjes. Al deze technieken zijn te vinden op YouTube bij gerenommeerde draagconsulenten. Die hebben hele mooie filmpjes hierover gemaakt. Succes daarmee!